De Grote of Maria Magdalenekerk in Goes heeft zijn klokken terug. Ze werden donderdag teruggeplaatst naar een grondige onderhoudsbeurt. Aan de Bijaard ontbrak altijd nog één klok, de zogenaamde lage S-klok. En als Stichting Goese Bijaard hebben wij dus het initiatief genomen om nu ter gelegenheid van die grote beurt die klok te realiseren. De nieuwe S-klok, die onder toeziend oog van wethouder Loes Meeuwissen omhoog werd gehezen, is extra bijzonder. Hij is opgedragen aan de oude stadsbeheerder Sjoerd Tamminga, die vanaf 1977 tot 2013 stadsbeheerder van Goes is geweest. Die ook heel belangrijk is geweest voor de bijaardwereld in Nederland, maar zelfs ook internationaal. Vandaar dat het de Sjoerd Tamminga-klok is, ter zijner nagedachtenis. Over een week of drie is het geluid van het Goese carillon weer te horen. En dan kunnen we er minstens weer opnieuw 65 jaar tegenaan. Maar de klokken zijn in feite voor de eeuwigheid. Alleen af en toe moeten ze eventjes goed onderhouden worden.